Hallo, mijn naam is Alexander en tegenwoordig zijn we veel onderweg met onze apparaten die vaak voorzien zijn van een batterij en dus stroom nodig hebben. Maar ja, dan heb je ook nog eens winkels en wachtruimtes waar ze van die handige kabeltjes hebben, waardoor je altijd nog wel je telefoon kunt opladen. Maar ja, wat nou als je je laptop wil opladen? Ja, dat wordt toch een beetje een lastig verhaal, want dan zou je praktisch gewoon een stopcontact in je broekzak moeten kunnen stoppen. Maar er is een oplossing voor, namelijk deze 40.000 mAh powerbank van Mobisan. Ja, 40.000 mAh, dat is wat dit apparaatje te bieden heeft. En nou, ik zeg apparaatje, maar hij weegt toch nog wel een kilo. Ik ben zelf videoproducer, ik sjouw dagelijks veel zwaardere dingen met me mee. En als je alleen al een laptoptas gewend bent, ja, een kilo, ach. Maar hij past ook bijvoorbeeld een kleine beamer op. Dus ook voor op kantoor kan dit echt heel erg handig zijn. Als je bijvoorbeeld een presentatie moet geven, deze ook in je tas, hop, sluit je alles aan. En je kunt ook gaan staan en werken waar je maar wil. Nou, wat wel fijn is dat als je de powerbank aanschaft, dan stopt Mobisan daar een beschermhoes bij, zodat je hem ook een beetje netjes kunt houden. En mijn telefoon, ja, ik heb het nog niet exact getest, maar na een paar keer mijn telefoon op te laden, was de powerbank nog steeds niet leeg. Het opladen van je apparaten werkt heel erg simpel en je bedient alles met maar één knop. Kijk, het werkt als volgt. Je zet hem eerst aan natuurlijk, dan hou je de knop ingedrukt. Dan zie je vervolgens op het display het percentage van de batterij zelf. En als je nu twee keer klikt, dan gaat hij van 5 volt naar 8,4. Daarna naar 9 volt, 12, 16 en 20. Verschillende apparaten hebben verschillende voltages nodig en die kun je dus zelf regelen. Ikzelf heb een keer de pech gehad dat er een stroomuitval was bij mij thuis en ik had dus een deadline, zal je altijd zien. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb dus zo'n mobiel routertje, die heb ik aangesloten aan de powerbank. Die werd dus van stroom voorzien en ik kon gewoon door met werken online. Oh ja, moet ik nog wel even melden. Alles wat een laadvermogen heeft van maximaal 94 watt kun je opladen met deze powerbank. Dus heb je meer nodig, ja, dan gaat het niet lukken. De Mobisan 40.000 mAh powerbank is wat mij betreft absoluut het aanschaffen waard als je, net als ik, gewoon wil dat alles blijft werken. Want er is niets vervelender dan dat je aan het werk bent en dat je batterij ineens... Hopelijk was deze video informatief genoeg, maar het kan natuurlijk zijn dat je nog even verder wil inlezen op die echte details. Nou, dat kan op de productpagina en de link naar de productpagina is te vinden in de beschrijving in deze video. Bedankt voor het kijken. Dan ga ik even mijn camerabatterij opladen. Doei!